Hallo, ik ben Esperanza, 23 jaar. Ik werk samen met Sens. Die ga je straks zien in Amsterdam. MC, zangeres. En binnenkort op je beeldscherm. En dit is een school. Dus kom. Kom maar, laat het je zien. Oké, nou, dit is een school. En ik zal jullie even een... er is nu Nederlands les. En kom maar eens kijken. Het is geen standaard school, zoals je kunt zien. Kijk maar, even snel naar binnen. Dit zijn dan, zeg maar, onze leslokalen. Dit zijn gewoon studio's. Drumstel staat er standaard. En dit is dus waar er nu even les wordt gegeven. Nederlands. Van de man to talk. Represent. Yeah. Hi. Kom even mee naar de andere kant. Kantine. Hier wordt er toevallig iets opgenomen. Kijk maar. Computerlokaal, check it out. Er is nog een studio. Nou ja, je snapt het wel. De bedoeling hier is, zeg maar, dat we... Het is een muzikant-produceropleiding. Dus behalve dat je ook muziekles krijgt, krijg je ook les in engineering, mixen, producer. The whole nine, dat je een... complete artiest ben, dat je niemand nodig hebt. Nog independence. Oké, we gaan even naar Amsterdam. Naar mijn producer en dan kan je checken waar de tracks geboren worden. Ik heb met wel een aantal producers gewerkt sinds ik begonnen ben met rappen. Maar de huidige samenwerking is toch echt het beste. What up dan, mijn naam is Sens. Ik ben producer uit Amsterdam. Ik doe onder andere dus voor Esperanza uit de beat. Ik ben bezig met de EP'tje. Ik denk dat die shit een beetje eind van het jaar zou moeten komen. Ja, ik denk dat we nog een jaar echt hard samenwerken. Ik ken haar al 10 wil ik zeggen. Een jaar of 10. Waarom Sens? 1, hij is gewoon dope. Dat hoor je. Zijn beats zijn gewoon anders. Als ik luister naar de beats die er nu gemaakt worden, raken ze me niet op de manier zoals zijn beats mij raken. Als je een beat dope vindt, ga je ook dope dingen schrijven. Weet je, dus daarom werk ik. Met Sens. Ik denk dat Esperanza zich heel, heel veelzijdig gaat ontwikkelen. Ik denk dat zij echt allround entertainer gaat worden. She got that star stuff. En ik werk ook graag met hem omdat in de studio is het belangrijk dat je de juiste aanwijzingen krijgt, zeg maar, om het gewenste resultaat te bereiken, te behalen. En dat met hem lukt dat altijd wel. We stellen ons nu voor als Esperanza en Sens, omdat de collectieve naam nog ontbreekt. Maar op het moment dat we om je horen komen slaan met die EP, staat er gewoon één naam op. Cut up my skin, not trying to get used to this kind of pain. Weather turned into a wolf, howling on my welcome mat. Warm covers laying on my soft mattress, calling me. Goddamn, I'm stalling now, it's even later. I know my train is gone, my need for comfort is much greater. And been down the nigga 22 years, but months my bed softening, it's all my same year. Just one more cup of Moroccan nut. With the least bit of sugar will certainly mend my November, December blues. Hate Mondays through Monday blues. My antibodies on the front line losing. First chance I get, you best believe that I'm moving towards the sun. Or a place where my thermometer won't go below the one. Shit, I'ma run from all this ice rolling my knees to the ground. I need the warmth, but it's time I left the house. Yo,
Check 101bars.nl. Esperanza, alleen van de week.